Brummen vind je Nico Aalering. Hij heeft een gallery met de meest bijzondere klassiekers, youngtimers, sportwagens en motorfietsen. En zijn enthousiasme daarvoor houdt hij niet alleen voor zichzelf, maar deelt hij met ons. Schoonheid ten top. Ja. We hebben twee Alfa's 6C. Je kunt het hier zien. Hier staat het. Een coupé en een cabriolet. Dan moet u weten, de meeste 6C's zijn van Farina en andere carrossiers. Maar de Touring carrosserieën, puur zeldzaam. De allermooiste was de 8C Touring cabriolet van Prins Bernhard. Dat vind ik persoonlijk één van de mooiste auto's ter wereld. In ieder geval de mooiste vooroorlogsauto. Daar ben ik wel stellig van overtuigd, ja. Dat is een tweezitten touringcarrosserie. Waanzin. Kijk nou eens die kont. Kijk eens die schermen. Ik hoop dat hij even bij ons blijft. In ieder geval een paar weken, want ik moet er een paar weken mee rijden. Ik ben helemaal verliefd op dit karretje. Prachtig dubbelas Nakamoto, kijk eens hoe mooi. Zelfs de motor is een kunstwerkje. Maar weet je wie er ook in had? Leraar, journalist, minister-president en dictator Mussolini. Mussolini had ook zo'n auto. En zo'n auto had zijn minnares. Machtige kerels hebben ook verschillende vrouwen. We hebben meerdere vrouwen. Dan was ik wel benieuwd waar ze vrouw in gereden heeft. Waarschijnlijk het Fiatje Topolino. Dat we gedacht hebben. Het meisje waar ik het meeste plezier van heb, moet ik het meeste geld aan uitgeven. Wist u dat Mussolini Alfa Romeo verplichtte om auto's te bouwen? In de oorlog. De naam Alfa Romeo zou moeten blijven bestaan. Jullie moeten gewoon auto's bouwen. En wist u dat tot 1922 alle auto's in Italië rechts gestuurd waren? Ik ben er niemand. En weet u waarom dat ze na 1922 nog steeds vaak veelal rechts gestuurd geleverd werden? Omdat de wegen in Italië zo smal waren in die tijd, dat je langs de bergrand kon zien hoe ver dat je kon rijden als er een tegenligger kwam. En, wat niet onbelangrijk, de meeste raceauto's waren ook rechts gestuurd. Waarom? Omdat de racebanen meestal rechtsom waren met de klok mee. En dan kon je de binnenbocht nemen, dan kon je precies zien hoe ver dat je kon gaan. Echt waar? Nu is dat niet meer zo van belang, maar vroeger wel. Zo'n sleutel hebben we ook voor tractoren. Kijk, die klokken die vind ik zo mooi. Dat wil ik even laten zien, dat is belangrijk. Hier zit een klokje in. Daar zit een benzinemetertje boven. Alles doet het, hè. Hier zit een temperatuurmeter. Die geeft overigens een goede temperatuur aan. Hier zit het oliedrukmeter. Het design van die klokken is zo ongelooflijk mooi. En ze zijn gerestaureerd, dat kun je zien. Maar niet tot achter de komma. Het beetje patina. Je ziet nog dat ze van 1939 zijn. Dat vind ik mooi. Het is ongelooflijk hoe licht deze auto stuurt. Het is alsof je een auto uit de jaren, wat zal ik zeggen, een nieuwe auto rijdt. Je zou verwachten dat dit soort zware, tussen aanhalingstekens, auto's heel zwaar sturen. Nee, het is door zijn aluminium body weegt niet zoveel. Ik denk nog geen 1100 kilo. Hij stuurt gewoon enorm licht en hij is pittig en hij is fel. 1939, hè? Het is een lust om mee te rijden, echt waar. Hij is prachtig en hij rijdt ook nog goed. Hoort u wat? Zou Duitse kwaliteit moeten zijn. Het is Italiaans, ik zeg het u.
Het was een prachtige dag. En tot zover voor vandaag.